Hier hebben ze me dus heen verbannen. Op dit miserige eilandje zal ik misschien de rest van mijn leven vertoeven. Maar saai is het tot nog toe niet geweest. Eerst dacht ik dat het ging stormen. Enorm. Wat een lawaai. Wat een stem. Luid als een trompet. Ik was nog maar nauwelijks van de schrik bekomen of er gebeurde alweer van alles. Deze keer waren het paarden. Nee, geen mooie renpaarden, maar meer werkpaarden. En het feest was het ook al niet. Eerst zag ik een wit paard, blinkend wit, met een ruiter erop die een boog in zijn hand hield. Ik moest denken aan de Parthen, die het de Romeinen voortdurend lastig maken. Goede boogschutters zijn het, ze zijn best vredelievend. Maar het zijn wel vrijheidsstrijders. Maar daarna werd het pas erg. Het tweede paard was rood. Dood en vuur, dat straalde het uit. Het was ontzettend. De dood zal er niet meer zijn. Net zo min als rouw, verdriet en pijn. Want de dingen van vroeger zijn voorbij. En hij die op de troon zat, zei: ik maak alle dingen nieuw. En hij vervolgde: schrijf dit op, want deze woorden zijn waar en betrouwbaar.